Haakmaal nummer 4. En heel lief roze garen. Volgens mij was het van de Zeeman. Maar dat doet er niet toe. Je kunt gewoon alle garen gebruiken als je haaknaald erbij past. Alleen hoe dunner het garen, hoe kleiner het beertje. En hoe dikker het garen, hoe groter het beertje. En natuurlijk moet je haaknaald passen bij het garen wat je gaat gebruiken. Ja, je begint met een magische cirkel. Dus het draadeindje aan de voorkant van je vingers. En je slaat hem om twee vingers achterlangs en dan ga je weer omhoog. En dan aan de zijkant van je vingers sla je hem kruisen. Daar hou ik hem dan altijd even vast. Draai hem weer naar achter. En dan die werkdraad, die hou ik vast tussen mijn pink en mijn ringvinger. Met mijn haaknaald ga ik onder de voorste door en ik pak die achterste lus. Die trek ik eronder door en dan heb je zo een lusje op je haaknaald. Nou, dan sla je die werkdraad, die sla je om. En die haal je dan door het lusje op je haaknaald. Zonder gespleten draadje, wacht ervoor. Zo. Dan kan die ring van je vingers af en dan heb je een magische ring. En in die magische ring begin je met 6 vaste te haken. Dus gewoon omslaan, doorhalen. Zo. Het is 2, 3, 4, 5 en 6. Dan trek je aan het staartje van die magische ring, terwijl je die steek hier een beetje vasthoudt. En met beleid trekken. En dan sluit die ring zich helemaal. Zo. En we gaan in doorlopende rondes haken. Dat is de amigurumi manier. En we beginnen met deze 6 vaste allemaal te verdubbelen, zodat je er 12 krijgt. Dus je steekt in die eerste vaste in. En daar haak je gelijk 2 vaste in. Dus je sluit de ronde niet. Oh, wacht, weet je wat nog handig is? Dit staartje, hè, daar kun je gelijk overheen haken. Dan blijft die ook goed zitten. Dus het staartje hier langs je steken leggen. En dan die vaste daarin gaan maken. Dan haak je over dat staartje heen en dan raakt die echt nooit meer los. Dus als jij je knuffel gaat wassen of er wordt lekker mee gespeeld en geknuffeld, kan dit staartje niet open gaan dat dit cirkeltje open gaat staan, zeg maar. Ja, dat bedoel ik. Nou, dit was de eerste in de eerste steek. Dus daar doen we de tweede bij. In de volgende komt steek nummer 3. En de vierde, die komt erbij. En zo tel je door totdat je aan 12 bent. Dus hier komt steek nummer 5 in de volgende vaste. En de zesde, die komt erbij. De zevende in de volgende. En de achtste komt erbij. De negende in de volgende. En de tiende komt erbij. En dan in die laatste, de zesde steek is dat, komen 11 en 12. En dan ben je helemaal rond. Nou, dit staartje knip ik een klein beetje korter af. Niet te, maar gewoon dat hij zo meteen niet meer in de weg hangt. Die kan weg en dan pak ik een merkdraadje erbij. Omdat we dus in doorlopende ronden gaan haken, is het wel handig om te weten waar je nieuwe ronde begint. Merkdraadje leg ik zo precies om die 12e vaste die we net gehaakt hebben. Leg hem eromheen. Zo, dan weet ik, dat is het einde van mijn ronde. Dan gaan we ronde nummer 3 doen. En dat betekent dat elke derde steek, die komt erbij. Dus je haakt steek nummer 1. In de volgende komt steek nummer 2. En de derde, die komt daarbij. Nou, in de volgende komt steek nummer 1.
En die daarna komt steek nummer 2. En nummer 3, die komt erbij. En dan zou je dus op 18 vaste uit moeten komen. Je herhaalt dit totdat je hier bij je merkdraadje weer bent. En dan zou je moeten eindigen met een meerdering. Dus 2 steken in 1 steek. Nou, ik ben helemaal rond. Ik ben geëindigd met 2 vaste in 1 steek. Dus ik trek mijn merkdraadje eruit en die leg ik weer zo om die laatste steek heen. Zo. Gaan we nu iedere 4e steek erbij maken. Dus je haakt steek nummer 1 in de volgende steek nummer 2 in de volgende steek nummer 3 en de 4e die komt daarbij. En zo ga je rond. 1 2 3 en de 4e die komt erbij. Totdat je weer bij je merkdraadje bent. Nou, de volgende ronde. Merkdraadje mee omhoog nemen. En nu komt elke 5e steek erbij. Dus 1 2 3 4 en de 5e die komt erbij. 1 2 3 4 en de 5e komt erbij. Totdat je weer bij je merkdraadje bent. Nou, deze ronde komt elke 6e steek erbij. 1 2 3 4 5 en de 6e die komt erbij. Totdat je weer bij je merkdraadje bent. De volgende ronde, elke 7e steek komt erbij. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan de 7e, die doe je weer in dezelfde. Die komt erbij. Sorry, helemaal rond. Nou, weer een ronde meerdere. Iedere 8e steek komt erbij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en daar komt de 8e steek bij. En je ziet, ik haak best wel strak, hè. Het is alleen maar dat de vulling er niet doorheen kan als er mee gespeeld gaat worden en zo. Dus als dat nou niet zo goed lukt om behoorlijk strak te haken, neem dan een iets kleinere haaknaald dan wat op de label staat van je wol. Dat helpt dan ook altijd wel. Dus iedere 8e steek kwam erbij. Hè? Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, iedere 8e steek die kwam erbij. Nou, dan nu de laatste meerdere ronde waarin iedere 9e steek erbij komt. 1 en 2 en 3, 4, 5, 6, 7, 8 en de 9e die komt erbij. Zo ga je weer helemaal rond. Nou, ik zei net al, dit is de laatste meerdere ronde geweest. En nu gaan we 9 toeren lang, nee 8 rondes lang, niet meer meerdere. Dus je haakt gewoon 1 vaste in 1 vaste, niet meer meerdere. En als je bij je merkdraadje bent,
Dan neem je je merkdraadje mee omhoog. En schrijf even op dat je weer een ronde gedaan hebt. En zo doe je er 8 rondes lang. Niet meer meerdere. En dan, als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer bij je terug. En dan gaan we minderen. Want dit is het hoofdje waar we mee bezig zijn. Dus die hoeft niet zo lang te worden. En dan kunnen we daarna het lijfje gaan doen. Dus je ziet gewoon vaste op vaste. Niet meer meerdere. Ook nog niet mindere. Dat gaan we straks doen. En dan 8 rondes lang. En dan kom ik bij je terug. Nou, als je dan al die ronden met vaste gedaan hebt, dan neem je nog een keer je merkdraadje mee omhoog. En dan ga je het kopje sluiten. En de eerste rij, eerste ronde, dat we gaan minderen, dan ga je de 8e en 9e samen haken. Dus je begint met 1... 2, 3, 4, 5, 6 en 7 gewone vaste op een rij. En dan de 8e en de 9e, die haak je samen. Je trekt een, haalt de lus op in de 8e steek en je haalt de lus op in de 9e steek. Dan heb je de 3 op je haaknaald, je slaat om en je gaat door alle 3 lussen. Dan heb je van 2 steken 1 steek gemaakt. Nou, zo ga je helemaal rond. 7 gewone vaste, 1, 2, 3. Christy, laat je de camera staan, knul. 4. 5. 6. En 7. Weg vindt. Ja. Nou, dan 8 en 9 moet je dan weer samen haken. Dus in de volgende steek steek je in en je haalt de lus op. Chrissy, toe. Kijk, je haalt de lus op en die laat je op je haaknaald staan. Ga je naar de volgende steek, lus ophalen en op je haaknaald. En door die 3 lussen, je slaat om en dan ga je in 1 keer doorheen. Zo haak je totdat je weer bij je merkdraadje bent. En als je nergens een steek vergeten bent, zou je moeten eindigen met zo'n mindering. Dus 2 steken samen haken. Je haakt dus 7 gewone vaste en dan maak je een mindering. Nou, deze ronde haken we 6 gewone vaste en dan 2 samen haken. Dus gewoon 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan de volgende haal je de lus op. Steken na een lus ophalen. Omslaan en door alle 3. En dan weer 6 vaste en 2 samenhaken. En zo ga je helemaal rond. Zie ik je zo meteen weer. Nou, deze ronde. 5 gewone vaste haken en dan een mindering. En de volgende ronde 4 gewone vaste en dan de mindering. De ronde daarna 3 gewone vaste. De ronde daarna 2 gewone vaste. De ronde daarna 1 gewone vaste. En de allerlaatste ronde haak je ze allemaal 2 aan 2 samen. En dan, als het goed is, hou je 6 steken over. En dan zul je zien dat dit een mooi bolletje is geworden. Dus deze ronde 5 gewone vaste. En let op dat je niet in dezelfde insteekt, hè, want dat gaat trekken op een gegeven moment. Dan is het makkelijk om er hier nog 1 in te maken. Maar je moet echt
goed opletten dat je de volgende vaste neemt. Dus nu 5, 1, 2, 3, 4, 5. En dan doe je die mindering. De volgende ronde 4. En dan 3, en dan 2, en dan 1, en dan 0 gewone vaste. Dus iedere 2 steken samenhaken. Als je zover bent, dan kom ik bij je terug. Nou, dit zijn nog 6 steken. En zoals je misschien kunt zien, jawel, hè, kun je wel zien. Ik heb het hoofdje alvast een heel eind opgevuld met gewoon fiberveelplukjes. Oh, zo kleine plukjes. Het lusje van mijn haakwerk heb ik lang getrokken en zo opzij gehouden. En toen met mijn vingers zo die plukjes erin zitten duwen. En een beetje op zijn plek, zo weet je wel. Heen en weer duwen. Krijg je ook een beetje meer model erin. Maar ik zou hem nog niet helemaal vol maken. Want we gaan hier nu weer in die steken haken. En als daar heel veel fiberveel zit, wordt het heel lastig haken zonder fiberveel mee te trekken. Of wat voor vulling jij dan ook gebruikt. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik vind fiberveel toch wel het prettigst, omdat je dat ook gewoon kunt wassen. En het is net als acryl, dat je kinderen zijn er toch vaak minder allergisch voor. Nou, dit zijn dus 6 steken en ik ga weer haken. Ik ga nu aan het lijfje beginnen. En nu heb ik hier een merkdraadje. Ik had de andere had ik weer weggegooid. Hartstikke stom natuurlijk. Maar nu gaan we in iedere steek weer 2 steken maken. Dus hier heb ik de laatste mindering gedaan. In deze. Dus ik ga nu naar de volgende. En echt, het is niet heel makkelijk om te doen. Maar het lukt wel hoor. En als het niet makkelijk gaat, dan doe je het gewoon een beetje langzamer. In iedere steek 2 vaste. Zodat je weer op 12 uitkomt. In de volgende steek. Dit is de eerste. En de tweede erbij. Nou, in de volgende. De derde. En de vierde. Of de vijfde en de zesde geloof ik al. Dat maakt ook niet zoveel uit. Als ik bij mijn merkdraadje ben, dan heb ik er gewoon 12. En dan zie ik je weer terug. Nou, ik ben helemaal rond. Dus ik trek mijn merkdraadje weer omhoog. En nu gaan we elke tweede vaste meerdere, dus de derde steek, komt erbij. Je haakt in de volgende steeknummer 1, in de volgende steeknummer 2, en de derde, die komt erbij. En zo ga je helemaal rond. 1, in de volgende 2, en de derde, die komt daarbij. Totdat je bij je merkdraadje bent. Nou, de volgende ronde komt elke vierde steek erbij. Dus je haakt 1, in de volgende 2, in de volgende 3, en de vierde, die komt erbij. Zo ga je weer helemaal rond. Dus de vierde steek, die komt erbij. En je hebt nu een soort tuitje bij aan het haken. Hè? Hier komt dan het lijfje zo. Maar je bent nu bij dat gat een heel eind uit de buurt.
Dus zou het nu een goed moment zijn om het hoofdje zoveel mogelijk op te vullen. Zo dik en strak als jij hem hebben wil. Met de vulling, die douw je dan een beetje op zijn plek zo. Dat het een mooi rond hoofdje gaat worden. Nou ja, een beetje plattig zo, hè. Het is een beetje een plattig hoofdje. Nou, als jij het nou zo rond gaat doen, is overal een beetje vulling zo, dat het mooi verdeeld zit. Doe ik dat ook en dan kom ik bij je terug zo meteen om verder te haken. Nou, ik heb mijn merkdraadje er weer om gedaan. Lusje op mijn haaknaald. En het hoofdje zit mooi stevig gevuld. Niet te. Het is geen boksbal. Maar wel mooi stevig. Nou, we hadden net iedere vierde steek die erbij kwam. Nu komt iedere vijfde steek erbij. Dus 1. En 2. 3. 4. En de vijfde, die komt erbij. Nou, en zo blijf je nu rondes haken. Als je bij je merkdraadje bent, neem je hem mee omhoog. En in de volgende ronde komt de zesde steek erbij. Dan de zevende steek. Dan de achtste steek. De negende steek. En de tiende steek die je dan bijhaakt. Dat is de laatste meerdere ronde. Dus dat ga ik nu ook doen. Ik ben nu met iedere vijfde steek erbij. Daar ben ik mee bezig. Volgende ronde komt iedere zesde, iedere zevende, nou ja, enzovoort. Tot en met iedere tiende steek die erbij komt. En dan kom ik bij je terug. Nou, als je dan iedere, ik zal even deze opzij leggen hoor, zo. Als je dan iedere tiende steek hebt bijgemaakt, heb je als het goed is zo een soort schoteltje-achtig ding. Dit. Je hebt eigenlijk in principe een platte cirkel gehaakt onderaan het koppetje. En dat wordt een lekker wiebelkoppetje, zie ik al. Leuk. Nou, dan ga je nu 8 ronden. Gewoon vaste op vaste. Dus niet meer meerdere, niet minderen. Als het goed is heb je 60 vasten nu. En je blijft 60 vasten houden voor 8 rondes. En het makkelijkste is als je dan een ronde hebt gedaan, dat je dan even een streepje op een papiertje zet. Zeg je, als je 8 streepjes hebt, dat je weet dat je die 8 ronden gedaan hebt. Want ik weet van mezelf dat ik dus echt de tel kwijtraak. Hè? Dan komt Chrissy weer op schoot. Of een andere kat die heeft ineens aandacht nodig. Of de bel gaat. Daarnet kwamen ze voor de dierenbescherming collecteren. Het was meer voor het dierenasiel zelf hier in de buurt. Nou ja, als je dan weer terugkomt. Ik maak altijd een praatje aan de deur natuurlijk. Nou, als je dan weer terugkomt, ben je de tel kwijt. En dikke ellende natuurlijk. Nou, als je streepjes zet op een papiertje, dan raak je nooit de tel kwijt. Alleen moet je niet vergeten streepjes zetten natuurlijk. Want dat gebeurt mij dan ook nog wel eens een keer. En joh, heb je een ronde meer of minder? Dat is nou ook weer niet zo erg. Het is maar een knuffelbeest. Hè? Het is gewoon gezellig haken. Iets leuks maken. Misschien voor je kindje of voor een kleinkindje. Hartstikke leuk. Gisteren was mijn tantezegger op visite met haar 7 maanden oude baby. En 7 maanden jonge baby. En oh, het was dat genieten. Echt. Zo leuk. Dus misschien ga ik deze wel opsturen. Hoewel, mijn nichtje kan zelf ook super goed haken. Dat is echt heel erg leuk. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook niet overal tijd voor. Ze vertelde dat ze nu met een deken bezig was. Nou ja, en een deken, dat is echt heel veel werk. Dus misschien dat ik dit aapje wel voor Dante ga haken. Maakt toch niet uit, een jongen met een roze aapje? Nee, hè? Dat vind ik niet. Nou, ik ga mijn 8 rondes haken. En daarna zijn we dan zover dat we het lijfje dicht kunnen gaan haken. En opvullen natuurlijk. En dan moeten we de onderdeeltjes van het gezicht nog haken. En de armpjes en beentjes. Dat wordt hartstikke leuk. Hey, ik ga dit
lekker voor de televisie zitten doen. En dan kom ik weer bij je terug als het zover is. Nou, als je dan die 8 ronden van gewoon vaste op vaste hebt gedaan, gaan we een ronde minderen. Elke 9e en 10e vaste, die gaan we samen haken. Dus je haakt 8 gewoon vaste. 1, 2, 3, 4. Kijk, oh, die zit gespleten, dat is niet mooi. Even opnieuw. 4, 5, 6, 7. 8. En dan de 9e en de 10e, die haak je weer samen. Dus je haalt een lus op. En de volgende steek haal je een lus op. En daar ga je dan in 1 keer doorheen. En zo ga je rond. 8 gewone vaste. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7 en 8. En dan haak je er weer 2 samen. Totdat je weer bij je merkdraadje bent. Dan nu 2 ronden. Met gewoon vaste op vaste. Net als wat we net die 8 ronden gedaan hebben, doen we er nu 2. En hou er erg in dat als je je merkdraadje omhoog legt, deze steek, die heb je gebruikt voor die mindering. Hè? Dus je moet echt naar de volgende steek. Ik zei eerder al van het gaat trekken, dus dan is het net of dat deze steek nog niet gebruikt is. Maar kijk, daar zit die mindering in. Dus je moet echt naar de volgende steek. En dan 2 ronden, gewoon vaste, op vaste. En dan gaan we daarna weer een ronde minderen. Twee ronden. Gaan we weer minderen. We hebben net iedere 9e en 10e samengehaakt. Nu gaan we iedere 8e en 9e samenhaken. Dus je haakt 7 gewone vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en dan ga je er weer 2 samen maken. Dat is nummer 8 en nummer 9. En dat doe je helemaal rond. En daarna doe je nog, net als net, 2 ronden met gewoon vaste op vaste. En dan zie ik je weer terug. Na die 2 ronden van gewoon vaste gaan we nog een keer minderen. En nu haken we 6 gewone vaste voordat de mindering komt. Dus 1, 2, 3... 4, 5 en 6 en dan weer de mindering. Dus 2 keer een lus ophalen, omslaan en door allemaal. En dan weer 6 gewone vaste en weer een mindering. En helemaal totdat je rond bent, dus helemaal zo. En dan doe je nog een keer 2 ronden met gewoon vaste erop. En daarna gaan we achter elkaar door minderen om het lijfje helemaal af te sluiten. Dus over 2,5 ronde zie je me weer terug. Nou, dit is wat we tot nu toe hebben. En ik ga nu in 1 keer achter elkaar door minderen. Net als wat we hier bij de onderkant van het hoofdje hebben gedaan. Dus niet meer die vaste op vaste rijen ertussen. Maar gewoon iedere ronde gaan we minderen. Nou, we hadden in de vorige minderronde dat we 6 gewone vaste haakten. Dan haken we nu 5 gewone vaste. Dus 1
2, 3, 4 en 5 en dan komt de mindering. Dus 5 gewone vasten en dan een mindering. Nou, de volgende rij. 4 gewone vasten en dan de mindering. 1, 2, 3 en 4 en dan de mindering. En zo ga je door. En nu 3 gewone vasten en dan de mindering. 1 en 2 en 3. En vergeet niet om die steken goed aan te trekken, hè, dat je geen grote gaten krijgt door het minderen, waar de vulling dan doorheen kan komen. Dus 1, 2, 3. En dan de mindering. Nou, het gat wordt al behoorlijk kleiner. En als je wil, kun je nu alvast een groot deel van de vulling erin gaan stoppen. Want je kunt nu nog makkelijk in dat gat zo, hè. Kijk. En je kunt hem zo met je vingers. Ja, je ziet, ik zit hem zo en zo op zijn plek te duwen. Zie je natuurlijk niet door de buik heen. Maar dat doe ik dan. En dan duw ik het een beetje naar beneden. En dan kan de volgende erbij. En net zolang totdat het de vorm heeft en de strakheid die ik wil. Ik wil dat het een beetje een wiebelhoofdje blijft zo, dit. Als je dat nou niet wil, dan kun je op het laatst ook nog wel even een steekje zo hier vastnaaien. Dat die blijft zitten. Misschien dat ik dat dan ook nog wel doe als blijkt dat ik het toch niet zo leuk vind. Maar op dit moment vind ik zo'n wiebelhoofd wel heel erg leuk voor een beertje. Dus doe er vast wat vulling in als je dat wil. Hoeft nog niet, maar nu is het gat nog zo groot dat het lekker makkelijk is. En dan gaan we weer minderen. We gaan nu 2 steken gewoon haken. En dan een vaste minderen. Dus 1. En 2. En duw de vulling weg, hè, dat je die niet mee naar buiten haakt. Dat je echt een schoon stukje hebt waar je aan het haken bent. Nou, 2 gewone. En dan weer samen haken. En zo ga je helemaal rond. Nou, we zijn bijna klaar met minderen hoor. We haken nu 1 gewone vaste en dan 2 samen haken. Dus eerst 1 gewoon en dan 2 samen haken. En als deze gedaan is, dan ga ik hem echt helemaal afvullen, zodat ik die laatste ronde kan gebruiken om hem zo dicht mogelijk te haken. En dan die laatste steekjes, die naai ik dan dicht. Dus ik heb 1 gewoon gedaan en dan weer 2 samen haken. En het trekt echt, hè? Dat kun je echt gaan merken. Dat je goed moet opletten in welke steek of dat je insteekt. En je moet de vulling wegduwen, dat je die niet mee naar buiten haakt. Dat je plukken vulling eruit trekt, want die krijg je... Nou, ik krijg ze in ieder geval echt niet netjes terug. Dus dat is ook wel even... Ja, kan lastig zijn. Nou, 2 samen gehaakt. Ik ga zo helemaal rond en dan kom ik weer bij je terug. Wow, het zonnetje is gaan schijnen. Lekker. Het is vandaag een beetje triest. Pardon. Kijk, ik heb hem gevuld. Hij is iets harder gevuld als het koppertje, omdat hij dan iets meer stevigheid heeft als je hem zo neerzet. Hè. Koppertje wiebelt leuk. En ik neem mijn haaknaald weer, lusje erop. En nu komt, vind ik, het lastige gedeelte.
We moeten nu alle steken 2 aan 2 gaan samenhaken zonder vulling mee te nemen. Dus ik hou mijn vinger hier eronder met de vulling zo weggeduwd. En dan lus ophalen. En de volgende steken lus ophalen. Zonder vulling mee te nemen. En die haak je samen. En goed aantrekken. Nou, de volgende 2. Dit is de eerste. Dit is. De tweede. Dan duw ik hier de vulling weer weg. En dan doe ik. De derde. En zo schuif ik steeds een stukje op. Hier komt de vierde. En dan hier de vijfde. En als laatste de zesde. Zo. Dan doe ik nog 1 halve vaste. Goed aantrekken. Ik knip mijn draad met een staartje. En die trek ik dan nog 1 keer erdoor. Zo. Dan heb je nog een heel klein gaatje. Als je wil, kun je daar nu nog een klein beetje vulling bij doen als je dat nodig vindt. Ik voor mij vind het goed zo. Dus ik pak een naald erbij. En dan naai ik dat laatste gaatje naai ik helemaal dicht. Zodat er niks meer mee kan gebeuren. Dus ik ga onder zo'n steekje door. Onder de volgende door. En liefst zonder vulling mee te nemen. Het is 3. 4. Even kijken hoor. 4. 5. 6. Dan ben ik onder alle 6 steken doorgegaan. En dan trek ik hem aan. Met beleid. Dat de draad niet breekt. Kijk. En dan is hij helemaal dicht. Nou, dan naai je hem nog een paar keer vast. Een paar keer deze kant op. Een paar keer de andere kant op. Doe ik nog 1 keer en dan leg ik er een klein knoopje in. Zo. En zo. En dan steek ik de draad naar binnen, de naald naar binnen. En ik laat hem gewoon ergens uitkomen. Zo. En dan ietsje aantrekken, niet te veel. Zo. En dan is het draadje weg. En dan heb je het lijfje af. Gaan we het snoetje maken. Nou, het snoetje die maak ik met wit. En ik begin hiervoor met een lusje op mijn haaknaald. Zo. En ik haak 2 lossen. 1 en 2. En dan in die eerste lossen haak ik 12 vaste. Dus 1, 2, 3. En allemaal in die eerste. 4, 5. Nou ja, totdat je de 12 hebt.
Nou, als je dan 12 van die vaste hebt, dan sluit je je ronde met een halve vaste bovenop de eerste. Zo. Dan heb je hier een groot gat zitten en die kun je aantrekken zo aan het staartje. Nou, tweede rij. Eerst een losse. En dan 1 vaste in iedere vaste. Dus weer 12. 1. In de volgende 2, in de volgende 3. Nou ja, net zo lang totdat je er weer 12 hebt. Nou, ik heb 12 vaste en nu lijkt het alsof hier nog een steek zit, deze. Maar dat is de halve vaste van het sluiten, dus daar gaan we gewoon overheen. Je gaat naar die eerste vaste en die sluit je ook weer met een halve vaste, zo. Derde ronde haken we elke derde vaste erbij. Dus in de eerste komt vaste nummer 1. In de volgende komt 2. En de derde vaste die komt erbij. Dus 1. 2. En de derde vaste die komt daarbij. En zo ga je weer helemaal rond. Als het goed is, eindig je met een meerdering. Dus 2 vaste in 1 steek. En dan heb je hier weer die halve vaste. Dat sla je weer over. Je gaat gewoon naar het eerste vaste die je hebt gemaakt. En je sluit je ronde. Zo. Gaan we aan de volgende ronde beginnen. En dan komt iedere vierde vaste erbij. Dus 1. 2, 3 en de vierde, die komt erbij. En zo ga je weer helemaal rond. Nou, ik had mijn ronde weer gesloten en nu komt iedere vijfde vaste erbij. En dat is dan de laatste meerderronde. Dus 1 in de volgende, 2 in de volgende, 3 in de volgende. 4 en dan de vijfde, die komt erbij. En zo ga je hele mooie rond. En dan ga je nu 3 ronden haken zonder te meerderen. Dus gewoon 1 vaste in 1 vaste. Als het goed is heb je er 30. Maar zo precies komt het ook niet. Hè? Als je ergens een foutje gemaakt hebt, klein foutje, nou, dat valt toch niet op. Dus gewoon 3 ronden. Vaste op vaste. En die laatste ronde sluit je dan ook weer net als normaal met een halve vaste. En dan laat je een lange staart. Die haal je dan nog 1 keer door. En die lange staart gaan we straks dan gebruiken om het snoetje op het hoofdje te naaien. Dan hoef je daar geen aparte draad meer voor te pakken. Dan kan dat gewoon met deze. Dus 3 ronden. Een lange staart laten. En dan kom ik bij je terug voor de oogjes. Komt er net een vliegtuig over? Nou ja, de oogjes. Doen we hetzelfde als net. Lusje op je haaknaald. 2 vaste haken. 1 en 2. En in de eerste vaste haak je 6, of in de eerste losse haak je 6 vaste. Daarnet hadden we de 12, nu doen we de 6. Dus 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Trek aan het staartje en ik sluit hem boven op de eerste. Met een halve vaste. Zo. Nu ga ik in iedere vaste 2 vaste haken. Zodat ik op 12 uitkom. Dit is 1 en 2. 3
4, 5 en 6, 7 en 8, 9 en 10 en 11 en 12. En dan heb je hier die halve vaste weer van het sluiten. Die sla je gewoon over. Je sluit je ronde bovenop de eerste vaste. En dan heb je een oogje. En de kleuren. Ik maak weer een lange staart zodat ik hem vast kan naaien. Ja. En de kleuren, dat is echt helemaal aan jou. Hè. Ik kies nu dit. Gewoon omdat ik dat schattig bij elkaar vind staan. Maar misschien vind jij andere kleuren wel heel erg leuk. Nou, gewoon doen. Ik haak nog zo'n oogje en dan kom ik bij je terug voor de oortjes. De oortjes, die begin je hetzelfde als het oogje. Ik doe weer roze oortjes, omdat mijn lijfje ook roze is. Een lusje op de haaknaald. Twee lossen. 1 en 2. En 12 vaste in de eerste lossen. Kijk, ik kan netjes doen, hè. Niet zomaar wat zitten prutsen, maar echt netjes. Ja, daar zit hij goed. Dus 12 vaste en dan sluiten met een halve vaste. Nu gaan we een ronde meerdere. Dus je doet eerst een losse. En dan in de eerste steek doe je een vaste. In de tweede een vaste. En de derde, die komt erbij. En zo ga je rond. 1 en dan 2 en de derde die komt daarbij. En zo ga je helemaal rond. Nou, je eindigt je ronde met een meerdering en dan sluit je hem weer in de eerste vaste met een halve vaste. Zo, kijk dat gat, dat trek je dicht en straks naai je hem dicht. Zo. En nu ga je 4 ronden met alleen maar vaste op vaste haken. Dus niet meer meerdere. Gewoon 1 vaste in 1 vaste. En dat doe je 4 rondes. En dan zie ik je weer terug. Dus gewoon vaste in vaste. 4 ronden. Als je nou die 4 ronden hebt gedaan en gesloten met een halve vaste. Heb ik een naald aan mijn begindraadje gedaan. En ik keer mijn oortje even binnenstebuiten. Zo. En dan ga ik dit gaatje dichtnaaien. Er komt geen vulling in, maar ik wil wel dat het oortje het goede model houdt. Dus ik trek hem stevig aan. En dan naai ik zo een paar steekjes die kant op. En dan 3 keer heen en weer. 1. En dan die kant op. Hoeft maar een paar steekjes te zijn. Maar dan, als je dit zo 3 keer heen en weer doet, dan echt komt hij niet meer los. Dit is de tweede keer. En dan ga ik nu nog 1 keer deze kant op. En het gaat heel stijf. Nou, dan weet je zeker dat hij niet meer loskomt. Ja, yeah, daar is hij. Kijk. Nou, dan kan dat draadje een beetje korter. Ik zou hem niet te kort doen. En dan kan hij alsnog het tussenuit vloepen. Maar met dit lange stuk, dan lukt dat niet meer hoor. Nou, dan draai je hem weer naar de goede kant. En de haaknaald weer op de lus. Lus op de haaknaald. En dan vouw je hem dubbel. Zo. Ik doe 1 losse. En dan pak ik de eerste vaste aan de voorkant. En de eerste vaste aan de achterkant. Oh, dat kon je niet zien, hè? Sorry. Kijk. Hier is hij vastgemaakt, hè? Met een losse. En daar steek ik in.
en in de eerste vaste van de achterste. En gewoon onder twee lussen door. Zie je? En daar haak ik een halve vaste. Nou, dan ga ik naar de volgende aan de voorkant. En de volgende aan de achterkant. Lus doorhalen. En een halve vaste. En zo ga je de hele rij af. En onder twee lusjes doen we zo. Dan knip je weer een lange staart om te naaien. Nog één keer doorhalen. Zo. En dan heb je zo, als je een dubbelfout, een oortje. Nou, zo maak je er nog één, want een beer heeft twee oren. En als dat dan klaar is, dan gaan we aan de armpjes en de beentjes beginnen. Nou, de beentjes. We beginnen met de voetzool. En dat doe ik dan weer met paars. En ik begin met 11 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11. En in de tweede losse, daar haak ik een vaste. En dan in de komende 8 haak ik ook weer 1 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En als het dan goed is, wat wol bij pakken hoor. Zo. Als het dan goed is, hou je nog 1 losse over. En in die losse haak je 3 vaste. 1, 2 en 3. En dan trek je dat gaatje weer een beetje dicht zo. En dan ga je aan de onderkant van die losse ketting haken. En tegelijkertijd over het staartje heen. Dan zoek je de eerste vaste op. Kijk, dit zijn er 3 in die laatste steek. Dus dan ga je naar de volgende en je haakt 8 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan heb je hier die beginvaste die je hebt gemaakt. En in die steek maak je nog 2 vaste. 1 en 2, zodat je in totaal ook weer 3 vaste in deze steek hebt. En dan sluit je je ronde met een halve vaste. Dat is het begin.
Nou, de volgende ronde. Je begint met een losse. En dan in die steek waar je net gesloten hebt, daar doe je 2 vaste. Eén. En 2. En dan doe je weer 8 vaste op een rijtje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan ben je bij die 3 steken die je er net in die laatste losse hebt gedaan. En in ieder van die 3 steken doe je 2 vaste. Dus als je hier 1 en 2 telt in de eerste, dan 3 en 4 komen in de tweede, en 5 en 6 komen in de derde. Dan doe je weer 8 gewone vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan heb je, als het goed is, nu nog 2 steken over. Dit, je hebt de citer hier nu, denk je 3, hè? Maar dit is die halve vaste van het sluiten. Dus in deze laatste 2 steken, daar doe je nog 2 vaste in. Dus 1 en 2. En in de volgende 3 en 4. En dan sluit je hem bovenop de eerste vaste die je hebt gemaakt. Zo. Nou, de volgende ronde. Je begint met een losse. En die steek waar je net gesloten hebt, daar doe je 2 vaste in. 1 en 2. En dan in de volgende 4 steken doe je gewoon een vaste. 1, 2, 3 en 4. En dan doe je 3 halve stokjes. Dus je slaat om. Je steekt in en je haalt de lus op. Dan heb je 3 lusjes op je haaknaald. Je slaat om en je gaat in 1 keer door alle 3 die lusjes. En dat doe je 3 keer. Dus dit is 1. 2. Slaan. En dit is 3. Het wol bijpakken. En dan doe je nu in de komende 2 steken een stokje. Dus 1 stokje. 2 stokjes. En deze ronding, die 6 steken die we hier hadden verdubbeld, daar doe je nu 6 keer 2 stokjes in. Dus dit is 1 en 2. Dan komt 3 en 4 in de volgende. In de volgende komt 5 en 6 en dan 7 en 8. In de volgende
9 en 10. En dan in die laatste 11 en 12. Zo. Dan doe je weer 2 stokjes. Dus dit is de eerste. En in de volgende steek komt de tweede. Doe nu het tegenovergestelde van wat we hier hebben gedaan. Dus nu komen 3 halve stokjes. 1. 2. En 3. Dan komen er 4 vaste. 1, 2, 3 en 4. En dan komen er 3 keer 2 vaste in 1 steek. Dus dit is 1 en 2. In de volgende 3 en 4 en in die laatste 5 en 6. Want ook nu tel je deze, telt gewoon niet mee. Je sluit de ronde weer bovenop de eerste vaste met een halve vaste. Nou, voor de laatste ronde van het voedseltje pak ik even een merkje erbij. En als ik dan deze steek, die halve vaste van het sluiten, niet meetel, dan tel ik 5 steken terug. 1, 2, 3, 4, 5. En daar hang ik mijn merkje in. Zo. Dat is makkelijk voor zometeen, want let maar op. Haaknaald er weer, met wol erbij, 1 losse en in die steek waar we net gesloten hebben, daar doe ik 2 vaste. 1 en 2 en nu verder haak ik in iedere steek 1 vaste tot ik bij mijn merkje ben. Dus gewoon 1 vaste. In iedere steek, of het nou een vaste is, een half stokje of een stokje, dat maakt niet uit. Gewoon 1 vaste. Nou, als je dat dan doet, tot je bij de steek voor je merksteekje bent, dan zie ik je daar weer terug. Nou, ik heb die laatste vaste voor mijn merksteekje gedaan. Ik kan deze eruit. En vanaf hier heb je dus 5 steken om 2 vaste in te doen. Dus dit is netjes insteken van. Dit is 1 en de tweede erbij. En de volgende 3 en 4. In de volgende 5 en 6. Dan 7 en 8 en hier 9 en 10. En dan op die eerste vaste sluit je weer met een halve vaste. Ik knip mijn draad af, hoeft niet zo lang. En ik haal hem nog 1 keer door. En zo maak je 2 van die voetzooltjes. Deze kan een beetje korter, dat haakt zo meteen wat prettiger. Zo haak je er 2. Dit zijn de teentjes en dit wordt het hieltje. Nou, de steek waar je net gesloten hebt, daar steek je weer in. En ik pak mijn roze weer, omdat het beentje
verder de kleur van mijn lijfje wil geven. Ik trek mijn draad erdoor en ik doe één losse. Zo. En dan in deze twee leg ik even een knoopje zo. Ik weet, het hoort niet officieel. In haakwerk zouden geen knoopjes mogen zitten. Maar je kent me zonder hand, hè? Zo, ik laat wel een beetje staartje zitten. Nou, dan gaan we nu vaste haken. Helemaal rondom. Eén vaste in één steek. Maar alleen in de achterste lus. Dus je doet een losse om je draad omhoog te brengen. En je haakt vaste in de achterste lus. Zie je wat ik doe? Je hebt hier het veetje. Dan heb je hier de voorste lus van het veetje. En hier de achterste lus van het veetje. Nou, ik steek in de achterste lus in. En daar haal ik mijn draad door. En ik maak mijn vaste. Achterste lus. En daar maak je de vaste in. En dat doe je helemaal rondom. En als het goed is, zou je dan 44 steken moeten hebben. Maar die moet ik dan zelf ook nog even tellen, hoor, want ik weet ook niet of ik het goed gedaan heb. Dus ik haak dit rond en ik tel mijn steken en dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb ze geteld. Ik heb er 44. Ik leg mijn merkdraadje ertussen. En de komende 3 ronden ga ik gewoon vaste haken. Net als bij het kop en het lijfje in doorlopende ronden. Vandaar ook dat merktekentje. Ik steek hem hier gewoon in die eerste vaste in. En daar begin ik gelijk met mijn eerste vaste. En dat kun je goed aantrekken zo. Eerste vaste. Dan ga je naar de tweede. En gewoon nu weer onder 2 lusjes door, hè. Zo. En dat doe je dan 3 ronden. Als je dat gedaan hebt, dan kom ik weer bij je terug. Of als ik dat gedaan heb, hè. Nou, als je die 3 rondes hebt gedaan, dan haal je via een haaknaald eruit en je lus een beetje groter maken dat het in je los kan schieten. Ik heb hier weer zo'n merkje en ik tel 16 steken achteruit. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En in die steek, daar zet ik mijn merkje. Dat is voor straks weer makkelijk. Zo. Dan gaan we de teentjes haken. Nou, lus weer op de haaknaald. Merkdraadje er weer tussen. En dan ga je 10 vaste haken. Dus gewoon 1 vaste in 1 vaste 10 keer. Dit is 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. En dan gaan we nu steken samen haken. Je begint eerst met een steek samen haken. Dus je steekt de lus, of je haalt de lus op. In de volgende steek haal je een lus op. En die haak je samen. Dan doe je 1 gewone vaste. Je gaat weer 2 steken samen haken. Dus 2 keer een lus ophalen en door alle 3 de lus te gaan. 1 gewone vaste. Weer samen haken. Een gewone vaste. 2 samen haken.
in gewone vasten. En ondertussen komen we steeds dichter bij het merkplaatje. Of merksteekje, dingetje wat jij gebruikt hebt. Nou, we hadden één gewone vaste, dus nu weer twee. Samen haken. Eén gewone vaste. Twee samen haken. En je eindigt met een vaste voor je merktekentje. Als je zo uitkomt, dan klopt het precies. Nou, en dan kan het merkje eruit. En je haakt gewoon vaste totdat je weer bij je merkdraadje bent. Dus die 16 vaste, die steken die we hadden teruggeteld, die haak je nu gewoon als vaste op vaste. En als je dan bij je merkdraadje bent, zie ik je daar weer terug. Nou, dan heb je dus hier het begin van de teentjes, hè, zo. Dat voetje dicht gaat. Nou, mijn merkje weer. En ik ga weer achteruit tellen. En nu 13 stuks. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13. En in die 13e, daar hang ik mijn merkje weer. Zo. Klus weer op de haaknaald. Merkdraadje omhoog. En nu haak je 7 gewone vaste. 1, 2, kijk maar zo. Ja. 2, 3, 4, 5, 6 en 7. En nu gaan we weer hetzelfde doen als net. Dus je begint na die 7 gewone vaste, begin je met 2 samenhaken. Dan een gewone vaste. Je haakt er weer 2 samen. En dan weer een gewone vaste. En dat doe je zodat je bij je merkdingetje bent. Nou, ik ben bij de steek voor mijn merkdingetje. En daar kan ik nog precies 1 vaste in doen. Dus het klopt weer. Dan kan het merkje er weer uit. En ik haak nu weer gewoon vasten. Totdat ik bij mijn merkdraadje ben. Van het begin en het eind van de ronde. Dus je zit even met 2 van die merkjes in je haakwerk. Maar het maakt het zoveel makkelijker dan steeds tellen van hoe vaak heb ik dit nu gedaan. Want dit moest je dan 6 of 7 keer doen. Het is gewoon veel makkelijker om die steken hier terug te tellen tot waar je ze moet doen. En dan klopt het ook precies. Dus je haakt nu gewoon weer vaste op vaste totdat je bij je merkdraadje bent. Nou, deze ronde tellen we er 12 terug. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En dit is de 12e. En daar gaat dan mijn merkje weer in. En zo. En dan kunnen we weer verder. Nou, nu haken we 5 gewone vaste. Eén, twee, drie, vier en 5. En nu gaan we weer op dezelfde manier samenhaken. Dus je begint met 2 steken samenhaken. En dan in de volgende 1 gewone vaste. Dan haak jij weer 2 samen.
één gewone vaste. En zo ga je door tot aan je merkje. En vanaf je merkje haak je weer gewoon één vaste tot aan je merkdraadje. Nou, dan gaan we nog één keer zo minderen. En nu tellen we 9 steken terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rood houden, zo. Toch van die handige dingen, joh, die merk steekmarkeerders heten ze, geloof ik. Ja, wel handig. Zo. Dan haak je nu 3 gewone vaste. Eén. Twee. Drie. En je gaat weer op dezelfde manier minderen. Dus 2 samen haken. En een gewone vaste erachteraan. 2 samen haken, een gewone vaste. Totdat je bij je merk steekmarkeerder bent. En dan haak je gewoon vaste tot aan je merkdraadje. Nou, de voet is nu eigenlijk zover klaar. In het teentje. Ik zal voor vast wat vlinders stoppen. Kijk. Even dit opzij houden. Merkdraadje even eruit. Zie. Dit komt dan zo gevuld. En dat hoef je nu nog niet precies te doen. Omdat je hier in deze steken nog moet haken. En dat is lastig met die vulling. Maar je gaat nu het beentje haken. En als je daar een stukje van gedaan hebt, dan is het wel makkelijk om die teentjes hier alvast te vullen. Omdat als het beentje langer is, is het lastig om hier nog makkelijk bij te kunnen. Maar de bedoeling is dat je nu 12 ronden gewoon vaste op vaste gaat haken. Dus je neemt je merkdraadje steeds weer mee naar boven. En je haakt gewoon rondes van vaste. 22. Ik zou ze turven, want de tel raak je wel heel makkelijk kwijt, hè, met zo'n aantal. En als je dan een klein stukje been gedaan hebt, vul dan het teentje en het voetje op. En na 22 ronden, dan kom ik bij je terug. En dan gaan we het beentje dichtmaken. Helemaal opvullen. En dan moet er nog zo'n beentje komen. Dus ik zie je straks weer. Nou, ik heb mijn 22 rondes gedaan. En ik heb mijn beentje opgevuld. Ja, je kunt niet zien hoe strak, hè. Maar dan moet je gewoon zelf voor jezelf dat het voetje een mooie vorm heeft, zo. Zie je? En hier zit de laatste vulling. Nou, neem ik maar een haaknaald weer erbij. En mijn oude merkdraadje ben ik ondertussen weer kwijtgeraakt natuurlijk. En ik heb een nieuwe gepakt. Maakt het uit. Leg hem er weer om. En nu gaan we een ronde minderen. We haken elke tweede en derde steek samen. Dus je haakt 1 gewone vaste. En dan haak je er 2 samen. Zo. 1 gewone vaste. En zorg dat je de steken netjes aantrekt. Hè, dat ze blijven aansluiten op elkaar. En 2 samen. En zo ga je helemaal rond. 1 gewone vaste. 2 samen haken. Totdat je weer bij je staartje bent. En probeer echt om die vulling niet mee te haken. Ik hou mijn vinger zo achter het haakwerk. Met de vulling opzij geduwd. Zo. En dan haak ik zo in die steken. Nou, doe dat tot het eind. Zie ik je daar terug. Bijna op het eind. Ik heb net 2 steken samen gehaakt. En meestal eindigen we met of een meerdering of steken samen haken. Maar in dit geval eindig je met 1 gewone vaste. Zo.
keer, dan wordt het beentje al een stuk kleiner. Nou, gaan we nog een keer doen. Dus het merkdraadje mee omhoog genomen. En weer één vaste en dan twee samen haken. En je moet nu echt goed gaan opletten dat je in de goede steek insteekt, omdat het heel erg kan gaan trekken. Hè? Dus dit was een gewone vaste. En nu haak ik er weer twee samen. Dan weer één gewone vaste. En twee samen haken. De vulling opzij duwen. Zo ga je weer rond. Eén gewone vaste en twee samen haken. Nou, ik ben weer bijna op het eind en nu eindig je wel weer met twee vaste samen haken. Zo. En nu is het moment om te bepalen of dat je je beentje nog een beetje bij moet vullen of dat je hem zo laat. En ik heb hier nog ruimte, dus ik ga nog een beetje vulling erbij doen. Kijk, een beetje uitplukken. Vorige keren had ik dat al gedaan voordat ik het liet zien, hè? Maar als je nieuwe vulling erbij pakt, een beetje uitplukken. Ter voorkoming van klontjes. Kijk. En ik werk nu die laatste vulling hier zo mooi onder het randje door. Zo, krijg je een mooi beentje. Nou, die laatste ronde vind ik altijd heel lastig om dat met zo'n merkdraadje te doen. Omdat die steken zo dicht op elkaar gaan zitten. Dus ik ga gewoon tellen. Ik moet nu 5 steken overhouden als ik alle steken ga samenhaken. Dus ik haak gewoon 5 steken samen. Of nee, 10 steken haak ik dan 5 keer samen. Hè? Dus hou ik 5 steken over. Dit is de eerste keer. En dit kan een beetje lastig zijn hoor. Dus neem er je tijd voor. Dit is de tweede keer. Derde keer. En ook nu moet je weer zorgen dat het goed aansluit. De vierde keer. En nog één keer, dan hou je nog 5 steken over. 1. Twee. Zo. Nou, dan eindig ik weer met een halve vaste in de volgende steek. Draad met een behoorlijke staart afknippen. En net als bij het kontje wat we gedaan hebben, de naald, de draad, ik wou het nou in één keer goed zeggen, zeg ik het nog fout, de draad door de naald halen. En dan die steekjes hier, zo een beetje opnemen. En de laatste. Zo. En dan trek je hem aan. En is het gaatje dicht. Nou, ik doe nog een knoopje erop. Zo. Ik kan de naald eraf en ik bewaar die poot. Want we moeten er nog een haken. En
Ik had dat al gedaan. Kijk, twee poten. Dan wordt het tijd voor de armpjes. Dat zijn dan de laatste onderdelen die we moeten maken voor het beestje, het beertje. Voordat we hem in elkaar kunnen gaan zetten. Voor het handje heb ik weer paars genomen. Ik begin bij het handje met haken en ik eindig boven bij het schoudertje, zeg maar. Ik heb weer paars. Ik doe twee lossen. 1 en 2. En in die eerste lossen heb ik 12 vaste haken. Dus 1, 2, 3. Totdat je er 12 hebt. En als je er dan 12 hebt, kun je weer aan je staartje trekken, dat die een beetje sluit. En ik ga nu niet de ronde sluiten, maar ik wil gelijk weer in een doorlopende ronde haken. Dus ik leg mijn merkdraadje ertussen, zodat ik weet waar de ronde eindigt. En in die eerste vaste haak ik een vaste. Dus 1. In de volgende komen er 2. Dus eigenlijk komt de derde er weer bij. Zoals ik het meestal zeg. Hè? Zo. Dit is 1. In de volgende is 2. En de derde, die komt daarbij. En zo ga je door totdat je bij je merkdraadje bent. Dus 1. 2 en de derde, die komt erbij. Nou, merkdraadje mee omhoog genomen. En nu ga je 3 ronden met gewoon vaste in vaste haken. Dus gewoon 1 steek in 1 steek. En dat doe je 3 ronden lang. Totdat je bij je laatste steek bent. En dan zie ik je daar weer terug. Want dan gaan we van kleur wisselen. Want ik wil het armpje zelf ook weer roze hebben, net als het lijfje en de beentjes en zo. Gewoon 1 vaste in 1 vaste. 3 rondes. Nou, ik heb nog 1 steek te gaan voordat ik bij mijn merkje ben in mijn derde ronde. Dus ik haal hier nog met mijn oude kleur, het paars, een lus op. Dan knip ik die draad af. Dat hoeft niet zo lang te zijn. En ik pak mijn roze bij. Lusje zo. Gewoon draadje over mijn vinger leggen. Zo. En dan trek ik die door die 2 lussen op mijn haaknaald. En dan in die paarse en die roze leg ik een knoopje. Gewoon dat het goed vast blijft zitten. Zo. En die gaan gewoon naar binnen straks. Dan heb je die als vulling erbij. En dit gaatje hier heb ik net ook vastgenaaid. Net als wat we bij het oortje gedaan hadden. Zodat hij niet meer open kan schieten. Nou, dan heb je hier een weerwar aan draadjes, maar dat moet even. Je gaat nu 21 ronden met je nieuwe kleur. Als je van kleur bent gewisseld in ieder geval. Gewoon vaste op vaste haken. 21 ronden lang. Dus iedere keer als je bij je merkdraadje bent, zou ik even een streepje op een papier zetten, totdat je 21 streepjes hebt. Anders moet je al die rijen weer door gaan tellen. Is ook geen probleem hoor. Je telt gewoon al die roze rondes die je hebt gehaakt. Maar even een streepje zetten is net zo makkelijk. Nou, ik ga dat ook lekker even op mijn gemak zitten doen. En dan maak je er nog precies zo een. Nou ja, we moeten hem eerst nog dichtmaken dan, hè. Beestje moet 2 armpjes hebben. Nou, haak gewoon 1 vaste in 1 vaste. En die draadjes die kun je gewoon naar binnen stoppen. Dat je er dan geen last meer van hebt. Je mag ze ook nog iets korter afknippen. Ik zou het niet te doen, want dan kunnen ze door de buitenkant weer te zien zijn. Gewoon zo. 21 rondes en dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb 21 rondes gedaan. En ik heb mijn armpje opgevuld.
En nu gaan we hem sluiten. En dat doen we in deze ronde door iedere tweede en derde vaste weer samen te haken. Dus je haakt gewoon weer één vaste en houd de vulling opzij, hè. En dan de volgende twee haak je samen. En net als net, ik hou mijn vinger voor de vulling. Zo ertussen eigenlijk, hè. Tussen het armpje en de vulling. Zodat ik die niet mee haak. Dus één gewone vaste. En dan twee samen haken. En zo ga je helemaal rond. Tot je weer bij je merkdraadje bent. Nou, als het nodig is, kun je nu nog je armpje een beetje bijvullen. Voor mij is hij goed zo, dus ik ga er niks meer bij doen. En nu gaan we 6 keer twee steken samen haken. En dat is dan de laatste ronde. En dat doe ik dan zonder merkdraadje. Ik ga gewoon tot 6 tellen. Dus ik duw mijn vulling weer een beetje opzij. Dus 1, 2, nou, tot ik bij 6 ben, dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb nu nog 6 steken, dus ik sluit nu mijn ronde met een halve vaste in de volgende steek. Knip mijn draad af met een behoorlijke staart. Doortrekken en net als daarnet bij het beentje, door die steekjes halen, aantrekken, nog een knoopje erop. En dan is hij klaar en dan haak je nog zo'n armpje. En dan kunnen we het beertje in elkaar gaan zetten. Nou, ik heb de onderdelen allemaal een beetje verzameld. Kijk, hier onderin de beentjes. En dan hier de armpjes, het snuitje, de twee oogjes. Een beetje aan de zijkant van het hoofdje, hè? Dat is gezelliger. Zo. En dan de oortjes. Als je nou begint, ik vind het makkelijk om te beginnen met het snuitje. En dan heb je hier onderin die rij waar we hem steeds verbonden hebben. Hè? Dat is niet zo heel mooi. Als je die nou onderin houdt, kun je daar zo meteen het mondje borduren. En proberen of je het snuitje een beetje ovalig erop kunt naaien. En natuurlijk vulling erin, hè? Dat spreekt vanzelf. Zo, ik ga het niet voordoen met naaien. Heb ik met andere tutorials ook geprobeerd. En nou ja, dat zag er niet uit. Dat gaat mij echt het beste af als ik dat helemaal op mijn gemak zonder camera kan doen. Het is gewoon overhands steekjes. Met die lange witte draad. En dan de oogjes hier. Een beetje aan de zijkant zo. Nou, dan heb je precies het midden van het gezichtje. En dan kun je de oortjes een mooie plek geven. En als je dat dan af hebt, dan kun je de plaats gaan bepalen van de armpjes. Zo. En dan de beentjes natuurlijk, hè. En wil je ze zo lang naar beneden? Of wil je dat hij kan zitten zo? Ik denk dat ik hem zo zittend wil. Dat vind ik wel leuk. Een beetje zo. Dat hij dan met de armpjes een beetje steunt. Ja, ik denk dat ik dat wel leuk vind. Maar dat ga ik dus doen. Als hij klaar is, dan kom ik terug. Kom ik even heel trots showen. En dan hoop ik dat je er heel veel haakplezier aan hebt gehad. Wat ik nog wou zeggen. Ik heb net niet genoeg gehad aan één bol van dit roze. Het is net iets meer geworden. Kijk, dit is mijn tweede bol. Nou, dat is één armpje heb ik daarmee moeten haken. En van het paars, nou ja, dat zijn gewoon restjes geweest. En het wit ook natuurlijk, hè, dat snuitje. Dat is gewoon een klein beetje. Daar heb je echt niet veel voor nodig. Dus het meeste heb je nodig van je hoofdkleur. Net iets meer als één bol van die gewone zeemanwol heb ik gebruikt. Dus ik ga dit in elkaar naaien en dan kom ik bij je terug. Nou, en dit is hem. Ik heb alles erop genaaid, zo goed mogelijk. Het neusje heb ik zo geborduurd. En hier dan een paar streepjes genaaid voor het mondje.
en op het oogje een wit streepje zo, als twinkeling. De armpjes heb ik net onder het nekje vastgezet. En dan een klein beetje naar voren ook. Anders zouden ze helemaal zo raar wijd gaan staan. En nu staan ze naar voren. En ik heb ervoor gekozen om de beentjes zo plat te naaien. En niet zo recht naar beneden zo. Maar zo. Zodat hij lekker kan zitten. Hij heeft nog steeds een wiebelhoofdje. Of zij. Het is roze, dus eigenlijk is het een zij. Hè. Als je het nou leuk vindt om dus zo die handjes hier aan elkaar te naaien. Zie je dit zo? En je haakt exact hetzelfde patroontje als dit beertje. Maar dan niet met naald nummer 4. Maar met bijvoorbeeld die babysoft van de Zeeman. En dan met haaknaald nummer 2 of 2,5. Dan krijg je precies hetzelfde beertje. Alleen een stuk kleiner. En als je dan die handjes hier aan elkaar naait. Dan kan het kleine beertje hier precies tussen. En dan heb je een mama beer met haar babytje. En natuurlijk, je kunt er nog veel verder mee uit je dak gaan. Hakenmutsje, een omslagdoek, een schortje, rokje, net wat je wil. Laat je fantasie de vrije loop. Je kunt zelfs een broek haken als je dat wil. En dan met van die schouderbandjes zo voor het kleine beertje en dan een broekje. Je kunt echt helemaal uit je dak gaan ermee. Een bos bloemen zo in de armen geven. Dus wel die handjes aan elkaar naaien. En dan allemaal bloemetjes haken hier. Dan houdt ze een bosje bloemen vast. Nou, dit was hem eigenlijk. Ik wens je hier heel veel haakplezier mee. En graag tot een volgende tutorial.